Hoi, mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Burton erbij gepakt de Freethinker. En dat is het tweede pro-model van Danny Davis. Hij heeft ook namelijk de Deepthinker. En waarbij de Deepthinker iets meer is gericht op poeder en piste, is deze wat meer gericht op park, piste en halfpijpachtig als het ware. Duidelijk extreem poppy. Nog steeds leuk pressie. Ik vond hem in de nose en in de til vond ik hem nog lekker flexibel genoeg voelen. En geeft gewoon ontzettend veel grip. Het is een traditionele camber. Tip-to-tail camber. Gewoon een beetje gericht op de traditionele snowboarder die veel grip wil. Die veel pop wil. Daar hebben ze deze eigenlijk voor gemaakt. Natuurlijk ook Danny Davis. Grote kickers en een halfpijp wil je ook gewoon grip hebben. Dus een traditionele camber komt dan het best tot zijn recht. Traditionele twin wil zeggen dat die links voor rechts voor precies hetzelfde is. Geen setback, geen taper, precies hetzelfde gewoon. Er zit een Superfly 700 gram core in. Dat wil zeggen dat ze een ontzettend goede kern erin hebben gebruikt. Een van de betere kernen. En er zit dual zone in. Dat wil zeggen dat ze het voornaamste stuk van het hout in de lengte hebben gelegd. Maar aan de zijkant hebben ze het hout een beetje richting de staalkant gelegd. Zodat het ietsje sterker wordt. En het, als je kracht op de binding zet, dat hij het veel directer kan vertalen naar de staalkant als het ware. Er zit squeezebox in en dat wil zeggen dat ze hebben gespeeld met diktes van het board. Je kan het als het ware zien, als het, hier is het wat dikker, hier wordt het dun en hier wordt het weer dikker. En wat het doet is het bepaalt de flex heel erg. Het zorgt ervoor dat de pop heel erg consistent wordt, heel erg voorspelbaar. Dus je kan makkelijk aan de headset op dezelfde manier blijven poppen. En hij verdeelt de krachten gewoon heel mooi als het ware. Wat daar ook een grote rol in speelt is natuurlijk zijn Triax fiberglas. Waarbij ze die in 45 graden loopt, de fiberglas. Daar hebben ze als het ware carbon aan verwoven. Zorgt er gewoon voor dat het torsioneel net even ietsjes fijner wordt. En hij geeft wel de pop, maar niet echt de stijfheid ervan. Er zit een hartstikke goede sintered base onder. Namelijk de sintered WFO van Burton. En dat wil zeggen dat het de normale sintered base is. Alleen niet helemaal normaal. Hij is wel even sterk zoals voorheen. Alleen ze hebben de pori wat meer opengezet. Het staat ook voor white peeping open. En wat het doet is het absorbeert de wax beter en het water kan met minder weerstand zijn weg van voor naar achter vinden op het board. Natuurlijk zit er de channel van Burton in, zoals we hier zien. Zorgt ervoor dat je heel veel afstelmogelijkheden krijgt voor je binding. Dat je heel makkelijk setback of juist wat meer naar voren wil gaan staan. Allemaal heel makkelijk te reguleren en het board houdt zijn natuurlijke flex er heel goed door. Dan zit er nog frostbite op. Wat ze hebben gedaan daarvoor is de staalkant bij de bindingen net ietsjes meer naar buiten laten komen. Volgens mij is het echt maar 2 mm, maar dat geeft hem wel ietsjes meer grip op ijzige condities of heel hard samengestampte stukken op de piste. Pro tip en tail zit erin, het is natuurlijk een freestyle board en dan wil je zo min mogelijk swing weight hebben. Wat dat wil zeggen is, ze hebben de tip en tail hebben ze zo dun mogelijk gemaakt. Zorgt ervoor dat hij minder gewicht aan de buitenkant van zijn board heeft, minder swing weight, voelt ietsjes wendbaarder daardoor, voelt iets minder lomp aan. En natuurlijk overal gewoon minder gewicht. En dan heeft het board natuurlijk Infinite Ride. Bij Burton zijn alle boards vanaf dag 1 tot de laatste dag voelen ze precies hetzelfde aan. Doordat ze hebben een machine in de winkel die als het ware de boards inbreekt al voor jou. Bij andere merken moet je dit zelf even doen. Gewoon ermee gaan boarden. Dat hout, fiberglass, epoxy moet allemaal zijn weg vinden in het board. Even zijn plek vinden. En dat is bij dit board al gedaan. Dus ook geen rare knakjes in het begin. Mocht je nou meer willen weten over de Freethinker of over de Deepthinker of over elk ander board... Of vele andere boards moet ik zeggen. Kom dan even langs bij ons in de winkel. Dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan bij ons op de website www.downtown.nl. Hier heb ik de Burton Freethinker van Danny Davis.